Het geneesmiddel van de week is Captopril. Captopril is een bekende ACE-inhibitor. Zoals jullie ongetwijfeld weten eindigen alle namen van ACE-inhibitors op pril. Captopril was de eerste ACE-inhibitor die op de markt kwam onder de merknaam Capoten. Inmiddels is het al vele jaren uit patent en wordt een generieke versie gebruikt. Captopril is geregistreerd voor de behandeling van hypertensie, chronisch hartfalen, ...langdurige behandeling na een hartinfarct en voor de behandeling van diabetische nefropatie met macroproteinurie. Er is ook een filmpje over enalapril. Daarin wordt door dokter Versmissen het werkingsmechanisme van ACE-inhibitors heel duidelijk uitgelegd. Bekijk ook dat filmpje nog even. Kort samengevat, ACE-inhibitors remmen het angiotazine-converting enzyme, het enzym dat angiotazine 1 omzet in angiotazine 2... En als dat gebeurt, dan zal er minder angiotensine 2 worden gevormd, en dat leidt dus tot vasodilatatie, want angiotensine 2 is een vaatvernauwer. Bovendien zal door minder angiotensine 2 de secretie van aldosteron worden geremd, wat weer leidt tot minder water- en zoutretentie. Het zal duidelijk zijn dat zowel voor de behandeling van hypertensie als voor de behandeling van hartfalen dit nuttige effecten zijn. Deze figuur over het renine systeem is ook gebruikt voor het filmpje over enalapril. Kijk nog even naar de vijf blauwe pijlen rechts naast angiotensine 2. Bij de tweede en de derde pijl zie je dat angiotensine 2 de secretie van aldosteron stimuleert en dat dat leidt tot natriumretentie en kaliumexcretie. Blokkeren met ACE-inhibitors zal dus natriumverlies en kaliumretentie geven. Een belangrijk verschil tussen captopril en 1 april is de halfwaardetijd. Voor captopril is de halfwaardetijd 2 uur en voor 1 is die met 19 uur veel langer. Dat betekent dat captopril meermalen malen per dag moet worden gedoseerd terwijl 1 april daags kan worden gegeven. Voor beide geneesmiddelen geldt dat prikkelhoest optreedt bij ongeveer 1 op de 10 behandelde patiënten. Ook kunnen alle ACE-inhibitors aanleiding geven tot het ontstaan van angio waarvan hier twee mooie voorbeelden. Samenvattend: Captopril was de eerste ACE-inhibitor die op de markt kwam. Captopril wordt vooral ingezet bij de behandeling van hypertensie, chronisch hartfalen, na een myocardinfarct en bij diabetes en nefropathie. Bijwerkingen van captopril zijn prikkelhoest, angio en hyperkaliëmie. En een belangrijk verschil tussen captopril en enalapril is de veel kortere halfwaardetijd van captopril.